Here we go! Geweldig om jullie weer te zien, team. Seuren hier, met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go Evolutie aflevering voor jullie. Jawel, vandaag ben ik super enthousiast, want hoe kunnen we het Eevee Community Day Event weekend beter beginnen dan met een Evolutie aflevering voor vandaag? Als we specifiek gaan kijken naar de Pokémon die we gaan evalueren, laten we deze even bijpakken. De eerste staat hier al, het zijn namelijk de 100% Eevee Pokémon die ik nog heb bewaard om speciaal een Evolutie aflevering van te maken. Dus ik ben hartstikke enthousiast. Laten we snel beginnen. Nou, zoals ik al aangaf, de eerste daarvan is Ivysaur naar Venusaur. Ik heb hem al per ongeluk van een Bulbasaur naar een Ivysaur laten evolueren in de vorige power-up aflevering was dat inderdaad. Toen hebben we deze gepower-upt. Dus ja, die evolutie, als je die terug wil zien, kan je zeker even de power-up aflevering checken. Maar ja, in ieder geval, het scheelt weer een beetje tijd. En ja, hebben we dus meer tijd om te genieten van deze 100% Ivy Venusaur, wat hartstikke gaaf is. Zo te zien is de vrouwtje, dat klopt inderdaad, want er zit zo'n pit in zijn, ja, wat is het, bloem. Dus ja, dat betekent dat het een vrouwtje is. Het is Vine Whip Sludge Bomb. En dat is wel een goede, maar niet de beste. Vine Whip Solar Beam of Frenzy Plant, als je hem tijdens Community Day had geëvalueerd, is de beste aanvallende moveset. En Razor Leaf Solar Beam of Frenzy Plant, als je hem tijdens Community Day event had geëvalueerd, is de beste verdedigende moveset. En dus ook Vine Whip Solar Beam of Frenzy Plant, je snapt het nu wel, is de beste ja, step moveset, oftewel de beste ja, move van hetzelfde type als dat Venusaur is. Dus ja, een 100% Ivy Venusaur, super blij mee. En ook nog op een aardig level. Die gaan we zeker in de toekomst nog verder power-uppen. Maar voor nu ben ik hier super blij mee. En laten we snel naar de volgende gaan. En ook dat is er eentje uit generatie 1. En misschien wel de minst enthousiaste 100% van allemaal. Met misschien een Rattata. Maar ik heb hem toch en ik ben er super blij mee. Namelijk een 100% Ivy Pidgey die we nu gaan evalueren. Ja, een keer gevangen in Rotterdam. Gewoon random, hè. Dat is, ja. Het is nou niet dat ik op zoek was naar een 100% Ivy Pidgey, maar... Ja, nogmaals, mijn doel is om alle Pokémon 100% te hebben en ze dan maximaal te power-uppen. Ik kan in ieder geval weer eentje van mijn lijstje afstrepen. Laten we het daarop houden en daarom ben ik er blij mee. Nou ja, 100% Ivy Pidgey van 60 CP is geëvalueerd naar een 113 CP Pidgeotto. Nou, hartstikke leuk, maar ja, het gaat natuurlijk om de Pidgeot, oftewel de laatste evolutie. Dus laten we direct doorgaan. Ja, ik heb ook toevallig een 100% Ivy Rattata en 100% Ivy Raticate. Dus ja, over hè, van die nutteloze 100% Ivy Pokémon gesproken... Ik heb er wel een goede verzameling van, want eigenlijk al mijn 100%, nou, een groot deel van mijn 100% Ivy Pokémon zijn eigenlijk best wel nutteloos. Deze ook, 208 CP Pidgeot. Er moet echt heel veel in geïnvesteerd worden. Wel Air/Hurricane, dat is de beste aanvallende moveset, dus dat is ook ja, waarvoor je een Pidgeot wil gebruiken. Je gaat het nou niet echt in een gym zetten. Dus ja, ben ik wel blij mee, hoef ik eigenlijk alleen maar te power-uppen. Nou, Candy zal het niet aan liggen, Stardust wordt even lastig, maar goed, dat zal ooit nog wel een keer goed gaan komen. Maar goed, dat was de tweede. 100% Ivy Pidgeot. Ook daar ben ik super blij mee. Kijk, en dan komen we bij de wat enthousiastere Pokémon waar ik wel wat aan heb. En trouwens, Venusaur is ook zeker een Pokémon waar ik wel wat aan heb. Als 100% Ivy Pokémon. Het ging mij eigenlijk meer om die Rattata en Pidgeot. Wat eigenlijk een beetje nutteloze 100% Ivy Pokémon zijn. Deze daarentegen is dat zeker wel. Een 100% Ivy Totopie. Niet alleen super zeldzaam om te hatchen, maar ook nog 100%. Dus dat maakt het nog wat zeldzamer. Dus daar ben ik super blij mee. Kan je hem evalueren als je hem als buddy hebt? Dat kan gelukkig wel. Dus ja, dan heb ik een nieuwe buddy meteen. Hè. Ik laat mijn buddy evalueren. Ja, ja. Mijn buddy gaat evalueren. Ach, jeetje. Ja, dit is zeker een handige, want die kan ook nog evalueren in generatie 4 naar een Togekiss. En ja, dat is gewoon op dit moment een van de beste fairy-typen als we naar de data van het spel kijken. Extra Sensory Agent Power voor onze Togetic 100%. En is dat goed of slecht? Extra Sensory Dazzling Gleam is de beste aanvallende moveset. En Hidden Power, Dazzling Gleam is de beste verdedigende moveset. Dus nou, ik heb er, ja, die kan hem denk ik voor beide gebruiken. En in gyms en in als aanvallen. Maar ik denk dat toch voor gyms ietsje beter is. Omdat het wat meer een verdedigende Pokémon is. Maar ja, we hebben in ieder geval Extra Sensory. We kijken wel in de toekomst wat we dan aan, ja, Totodis of Totodic misschien wel als move gaan geven. Maar voor nu is het prima. En laten we eerlijk zijn, ook dit is nou niet echt een geweldige 100% Ivy Pokémon om te hebben. Want... Laten we ook eerlijk zijn, hoe vaak heb jij nou een Altaria gebruikt in gyms of in gevechten? Maar ik vind het wel een hele speciale, want ja, ik heb wel, ten eerste was het mijn eerste Shiny, Swablu. En ten tweede is het ook een Pokémon waarmee ik in de echte spellen de Elite 4 van generatie 3 heb verslagen. Met ja, Sceptile en Crobat en Salamence. Dus ja, dat heeft zeker wel een speciaal plekje in mijn hart, deze Swablu. Dus ja, daarom ben ik hartstikke blij om deze 100% te hebben. En dus ook per vandaag te mogen laten evolueren naar 100% Ivy Altaria. Dus ja, hartstikke gaaf. Het is ook zeker gewoon, ja, ik weet, het heeft gewoon een... Als je hem ziet, dan krijg je het als een soort van zwart voor dat ding, voor de Pokémon.
Dus ja, ik vind het hartstikke gaaf. Ik zie eindelijk ook eens in het blauw, want ik heb het tot nu toe alleen maar in het goud gezien. Want ik heb de shiny meteen laten evalueren. Maar een blauwe 100% Ivy Altaria, waar ik super blij in ben. Dragonbreath Dazzling Gleam, is dat de goede? Dragonbreath Sky Attack is de beste aanvallende. Pack Dragon Pulse is de beste verdedigende. En Dragon Breath Dragon Pulse is de beste step moveset. Dus dat is waarschijnlijk wel de moveset waar ik voor ga. Dragon Breath Dragon Pulse. Dus nou, één ding. Ja, alhoewel, hij kan ook nog een mega evolutie krijgen. Dus misschien is Dragon Breath Dazzling Gleam dan wel handig. Maar voor nu ben ik er zeker niet ontevreden mee. 100% Ivy Altaria. 1174 CP. Ik vind het geweldig. En nu we het toch een beetje hebben over generatie 4 Pokémon, willen we er ook gewoon nog een aantal bonus evoluties doen. Dat is namelijk, de eerste daarvan is deze, een Porygon. Toevallig gisteren van uit een raid en ook nog eens weather boosten, dus dat is wel grappig. Maar ja, die kan natuurlijk evolueren in generatie 4 naar een Porygon Z. En dat wordt gewoon zeker een hele sterke. Nou, daar heb je natuurlijk wat candy voor nodig, dus ik ga niet allemaal Porygons evolueren. Maar ja, dit was de hoogste en ook nog eens weather boosted gevangen. Dus ja, hij zit op een aardig starters level en heeft ook nog eens hoge IV's. Dus ja, vind ik zeker wel eentje mooi om te laten evolueren naar een Porygon 2. Best wel een mooi design en zeker ook wel klaar om te laten evolueren naar generatie 4 of in generatie 4 naar een Porygon Z. 231 candy, dat gaat helemaal goed komen, echt geweldig. Ook nog wel een handige Pokémon om in gyms te zetten, want dit is best wel een verdedigende Pokémon dit, een Porygon 2. Maar dan moet je wel een goede moveset hebben en dat is namelijk, even kijken. Hidden Power Hyper Beam is de beste moveset voor Porygon 2, voor alles. Het is het beste voor aanvallend, verdedigend en step. Niet echt dat je er wat aan hebt, want normaal is nergens effectief tegen, dus... Ja, dit is dan misschien toch wel ietsje handiger. Omdat je deze bijvoorbeeld super effectief kan gebruiken tegen ja, Gyarados of ja, andere water- of flying types. Terwijl die geen effectieve schade kunnen doen tegen Porygon 2. Dus misschien dat deze wel houden gewoon voor de fun. Dus ja, dat was de eerste van de bonus type, of bonus, ja, evoluties om het zo maar te zeggen. Ik heb er nog een aantal, maar die bewaar gewoon even Porygon misschien voor traden of wat dan ook. Dat zien we dan wel. Maar goed, laten we even naar de volgende gaan. En dat is ook meteen de laatste, maar wel een hele gave. En dit is dan de laatste bonus aflevering voor deze aflevering. En voor de volgende aflevering, evolutie aflevering, waarin ik nieuwe Pokémon ga evolueren. We hebben ook nog een paar bonus Pokémon, maar dit vind ik nog wel ja, eentje waard om te laten evolueren. Een 96% Ivy Magikarp. Helaas een shiny, nog steeds naar op zoek. Nogmaals, is niet mijn ja, eerste doel. Tuurlijk wil ik, vind het leuk als een shiny tegenkomen van of wat dan ook. Maar ja, mijn doel is 100% Ivy Pokémon en die maximaal te power-uppen. En shinies zijn eerder leuk meegenomen dan ik er echt naar op zoek ben. Maar goed, in ieder geval een blauwe Gyarados ja, met een Waterfall Crunch. Zie je het nu meteen. Candies hebben we toch zat, dus dat maakt niet uit. Maar daarvoor is de beste moveset. Ik moet even aan de andere kant van mijn blaadje kijken, want ik heb een heel lijstje met alles erop en eraan. De beste moveset is Waterfall Hydro Pump voor aanvallend en daarmee dus ook step. En Waterfall Outrage is de beste verdedigende moveset als je hem in gyms wil zetten. Zou het niet aanraden, want het heeft een, Gyarados heeft een vierdubbele zwakte natuurlijk tegen elektriciteit. Dus dat betekent dat die ja, makkelijk neer te halen is, zeg maar. Maar goed, in ieder geval een 96% Ivy Gyarados met Waterfall Crunch. Ook daar even een dinges aan geven, een TM. En je bent ook klaar. Maar goed, dat was alweer de evolutieaflevering voor vandaag, zie je het nu. Hebben we dan nog wat ja, leuke dingen erbij gekregen. 3500 XP, nou niet heel erg enthousiast, maar ja, dat had ik ook niet echt verwacht. En inderdaad, onze nieuwe buddy, 100% Ivy Togetic met 3 candy. En ja, die blijven het zeker nog even als buddy houden, want ja, ten eerste hatch je niet vaart, dus dan ja... Heb ik gewoon veel candy daarvoor nodig. En ten tweede, ja, wil ik hem ook graag laten evolueren in generatie 4 of als generatie 4 uitkomt naar een Togekiss. Dus ja, ik moet nog even wat besparen met dat ding. Misschien wordt er wat rare candy aangegeven, maar dat gaat een beetje tegen mijn principes in. Dus liever niet. Dat was alweer deze 100% Ivy evolutie aflevering voor vandaag. Ik ben er super blij mee en hopelijk vond je het ook gaaf. Laat me zeker weten of jij nog onlangs 100% Ivy Pokémon hebt gevangen, gehatcht, geëvolueerd, weet ik het wat. Lijkt me hartstikke gaaf om te horen, want... Ja, ik vind dat gewoon het leukste van Pokémon Go. 100% Ivy Pokémon. Sparen, slash vangen, slash hatchen, slash weet ik het allemaal. Maar goed, laat het me zeker weten beneden in de comments. Lijkt me hartstikke gaaf om te horen. Voor nu wil ik jullie natuurlijk super bedanken voor het kijken. En voor al jullie geweldige support. Dat was zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende video.